Werknemers van de storingsdienst van de EBS rijden vandaag niet uit om storingen op te heffen. De leden van de OWOS, de vakbond bij de EBS, zijn in beraad. De leden gingen vanmorgen tijdens de ALV niet akkoord met de uitkomst van het gesprek dat bond, directie en een regeringsdelegatie gisteravond op het kabinet van de president hebben gevoerd. De regeringsdelegatie bestond uit NH-minister Regilio Dotsen en de regeringsadviseurs Errol Alibux en Winston Lakin. De leden nemen namelijk geen genoegen met het regeringsvoorstel van 100 SRD koopkrachtversterking en 125 SRD belastingkorting. Volgens OWAS-voorzitter Steve Geerlings begrijpt de bond de precaire situatie en is het daarom dat de leden bereid zijn om de overeengekomen 500 SRD salarisverhoging volgend jaar te ontvangen. Echter willen de OWAS-leden wel de lumpsum van 1250 SRD ontvangen en de studietoelage die overeen gekomen is. Volgens Geerlings zal het actiemodel dagelijks worden vastgesteld, maar de bond staat nog steeds open voor dialoog om het probleem op te lossen. We willen het vanaf gisteren doen, maar het is ons daar niet gelukt omdat wij niet iedere dag in beraad willen zijn. We willen werken, omdat wij als vakbond hebben ook andere zaken dat we moeten doen voor de werknemers. We worden in feite met dit, wat er getekend is door de vakbond, de directie en de RVC, het houdt ons gewoon op. Omdat er al gesproken was dat de algemeen directeur al een bedrag had, een bedrag dat hij al gereserveerd had om dat aan ons uit te betalen. En vandaag hoor je dat de aandeelhouder zegt, er is geen geld. We moeten gewoon even wachten tot volgend jaar. Wij vragen alleen die lumpsum wat we hebben, dat u dat uitbetaalt. En een bedrag op basis van die TWK wat door medewerkers moeten geven. Geerlings is er helemaal niet over te spreken dat personen informatie uit de CAO naar de media hebben gestuurd om de samenleving tegen de EBS-medewerkers te krijgen. Hij benadrukt dat geen enkele medewerker van de EBS 60 emolumenten ontvangt. En wil de samenleving, en ik wil een beroep doen op de samenleving, dat wij bezig zijn met een vakbondstrijd. Ik vraag dat de samenleving ook een begrip hiermee kan hebben, omdat als wij dat zo laten, kan dat zijn dat het voor alle vakbonden zijn die overeenkomsten tekenen, dat het vervolg kan zijn wat er nu in feite hier zo plaatsvindt bij de EBS. Dus we hebben verzoek naar de samenleving. Als zou je alle EBS'ers thuis zetten, gebeurt er niks met die stroomrekening. Want het moet ook niet zo blijken dat wij verhogingen vragen en dat wij dat gaan weghalen bij de samenleving. Er is een subsidie die opgebouwd is langer dan 20 jaar, dat wordt nu in feite afgebouwd. De politieke partijen die het land geleid hebben, moeten ook de samenleving goed inlichten wat er heeft gespeeld op basis van de subsidie. Ik ben 30 jaar al bij de EBS. De jaren daarvoor, toen ik pas in die kende, we geen subsidie. De samenleving werd op dat moment niet gesubsidieerd. Vanaf de politiek intrede heeft gedaan bij de EBS, is men gekomen met een subsidiebeleid hier naar de samenleving toe. En vandaag aan de dag hier, maar dat geldt niet. Vandaar dat men het in feite nu wil afbouwen. Want het moet niet blijken dat omdat wij een verhoging en dat we vragen dat we dat geld voor de samenleving, wat de EBS'ers moeten krijgen, daarvoor gaan wij. Steve Geerlings, voorzitter van de OWAS, de vakbond bij de NV Energiebedrijven Suriname. We spraken hem vandaag op het OWAS-kantoor in verband met het verscherpen van de acties. De storingsdienst rijdt vandaag niet uit als maatregel om de regering te dwingen uitvoering te geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst. Bij het andere staatsbedrijf, de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, zijn de werknemers nog steeds in actie. De bond praat morgen met NH-minister Regilio Dotsen om alsnog tot een akkoord te komen. De bond blijft erbij dat de CAO, zoals die is overeengekomen met de directie van de SOM, moet worden uitgevoerd. Dit houdt in een loonsverhoging van 275 SRD en een toelage van 100 SRD en wel tot en met de maand december.
De staat gaat slechts mee met een belastingkorting van 50 SRD bovenop de bestaande belastingkorting van 125 SRD.